Vier dagen na het spektakel aan de Steiger. Pieter, hoe voel je nu? Ja, eindelijk weer een beetje terug op aarde. Ja. Fantastisch voel ik me. Hoe kan we het, het waait hard buiten op dit moment. Zie je of hoor je misschien. Als ik terugkijk naar zaterdag, een praktisch windstille dag. Mooi weer, goede temperaturen. Het grootste gedeelte van het feest is dan eigenlijk al gewaarborgd. En een goed programma. En een, uiteraard een fantastisch mooi programma. Ben je er nog rijker van geworden of niet? Nou, zeker qua complimenten en qua reacties van iedereen. Dat is zo verschrikkelijk veel waard. En hoe we financieel eindigen straks, dat gaan we wel zien. Met name de collecte die we gehouden hebben, heeft prima bijgedragen natuurlijk. De sponsoren hebben prima bijgedragen. Ik heb ook in de wandelgangen weer wat nieuwe sponsoren voor volgend jaar alweer gehoord. Dus we gaan het dit jaar bekijken en dan gaan we weer op naar volgend jaar. Nou, net vragen, wat ga je volgend jaar doen? Ja, je weet dat ik een hekel heb en een stapje terug doen. Dus we weten het nog niet. Rolf Koster belde gisteren. En die zegt, ik zit alweer met de koptelefoon op allerlei soorten muziek te luisteren. Dus ik ben er alweer mee bezig. De overkant misschien het ponton? Nou, dat moet je ook nog bekijken. We hebben... Nee. We blijven hier voor het café, absoluut. Misschien moeten we het podium iets verder naar achteren leggen. Zodat we misschien wat mooie tafels kunnen creëren voor het podium. Alle mogelijkheden die komen te sprake in de komende maanden. Wat wordt het volgende evenement? Ik denk toch dat we op 5 november uitkomen. 5 november, dan heb ik 12,5 jaar het helletje. Dus we moeten eens even kijken wat we dan gaan doen. Maar het lijkt me weer een mooie reden voor een feestje, toch? Gezellig. Mooi. It's love, it's love, it's love, it's a love. Daar komt hij, hè, Weesp. Laat je horen. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Dat wil toch. Nou, ik sta gewoon bijna te janken hier. Wat heerlijk!